Adem tot die Casanova. Jagen in het hoogseizoen. Alle bellen klaar om los te gaan. Zeg het maar. Maar waarom wil je gasolina? Mooie jongen nog zo groot. Je bent niet echt mijn stijl, dus stop nu maar. Hey, waar had je Richter gezien, Bart? Die fluo, dat is straks die bodypainting. Ja, niet, dit is ja, minder, hè. Dat is ook wel een stuk kunst, maar daar. Ik zal de clipjes tonen aan hem deze week. Ja. Echt wel, hè. In ieder geval, de nieuwe Josje is gearriveerd. Ja. Hey, Gasolina is je eerste solo-single. Ja. Josje, je zou kunnen zeggen dat is een statement, hè. Nu is K3 natuurlijk, je bent er al een eindje van weggewandeld. Dit is een ander leven, dit is... Ja, Josje 2.0 zeggen ze inderdaad. Het is nog steeds wel een beetje dezelfde, hoor. Ik ben niet ineens een ander persoon geworden, maar het is inderdaad een andere kant van mezelf die ik aan het muzikaal aan het ontdekken ben. Ja, het is een statement, die clip toch ook. Hè? Als jij dat zo zegt, I guess so. Als je dat vergelijkt met het K3-verhaal. Ja, het is niet meer K3, nee. Dat is waar. Dus het is echt afstand nemen, hè? Ja. Ja. Nu, de reacties zijn niet unaniem positief. Nee. Je hebt heel wat over je heen gekregen. Ja, klopt, ja. Ja, iedereen heeft recht op zijn eigen mening, hè? Zeg ik altijd maar zo. Ik was er ook niet van uitgegaan dat iedereen dat maar ineens heel leuk vond of zo. Het is altijd zo dat de meningen verdeeld zijn. Ik denk ook dat dat alleen maar goed is. Ik kan mensen ook niet verplichten om ernaar te gaan luisteren. Nee. Ik heb het gemaakt omdat ik het heel tof vind. En ik heb het gemaakt voor de mensen die ervan willen genieten. En als je het niet tof vindt, nou, dan luister je het toch niet? Ja. Nee, dan luister je niet. Of dan hou je in, maar je moet dan, ja, je krijgt dan tegenwoordig hoe dan ook een hoop bagger te slikken. Hè? Ja. Ja, en dat gaat dan eigenlijk nergens over. Hè? Kijk, nee. In de politiek staan er allerlei dingen op het spel en zo, maar hier eigenlijk niet. Dus. Ja, dan vraag je af, waarom ergerden mensen zich? Moeten ze dat zo ventileren? Mijn moeder zei altijd, mensen erger u niet, verwondert u slechts. Maar ja, tegenwoordig heb je social media en is het heel makkelijk om eventjes iets te deponeren. Ja. En ja, weet je, ik ga het niet... Ik weet dat het bestaat. En soms komt het ook wel tot bij mij. En dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Maar daarom ga ik het ook gewoon niet opzoeken. Ik ga niet de hele dag zitten kijken. Weet je, het zijn ook verschillende kanalen. Hè? Mensen die mij op Instagram bijvoorbeeld volgen, die vinden het leuk om mij te volgen. Dus die zullen sneller iets positiefs zeggen. Op andere kanalen is het misschien meer algemeen. En laten mensen weer een andere comment achter, weet je wel. Maar het is een beetje... Ik vergelijk het altijd een beetje met als je bijvoorbeeld een ex-vriend hebt of zo... dat je de hele tijd op zijn Facebook gaat zitten kijken totdat hij een nieuw lief heeft. Je bent wel nieuwsgierig, maar je weet dat als het zo ver is... dat het toch een beetje pijn doet. En dat is eigenlijk hetzelfde, dus doe het gewoon niet. Ja. Het doet pijn, hè. We zijn ego's. Punt. Het doet pijn als je negatief... De politiek is dat ook zo. Ja, dat doet pijn, maar het enige dat ik... Ik heb ook al zoveel gehad, dan denk ik van... Kom aan, steeds opnieuw. Go, go, go. Blijf je verhaal vertellen. Blijf gaan. Consequent blijven. Absoluut. Ja, ja, het is inderdaad een weg. Hè. Je gaat, het is niet dat ik nu ineens denk... Ik ben nog maar net begonnen. Ja. Ik geef niet op. Ja. Ik ga gewoon door met wat ik leuk vind en waar ik in geloof. En waarvan ik denk dat ik het goed doe. Dus ja. 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 Liefde voor muziek was mooi. Dank je wel. Ja. Kijk. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Ja. Een ander jobje gezien. Ja. Van godverdekken, die zitten naar Mars. Het enige wat ik dan jammer vind, dat is dat je niet 180 graden een andere draai gemaakt hebt dan K3. Want nu ook hoor ik zo heel snel een volwassen K3-song. Ja. Het is niet helemaal zo, maar dat was het eerste dat ik dacht. En ik dacht, godverdamme. Komt omdat het zo catchy is. Net niet, denk ik dan. Waarom doe je dat? En heb je jezelf aan meegeschreven? Of is het de tekst van je? Ja, ik ben samen met een producer in Nederland ben ik aan het werk. En we schrijven samen de liedjes, dus de melodieën en de teksten ook. En de teksten zijn ook zo, ik schrijf er zelf aan mee. En ik heb gewoon zoiets van, kijk, ik wil een soort spreektaalsong schrijven. Ik ga niet ineens hele moeilijke poëzie die ik... Ik denk altijd, als ik schrijf, zou ik het ook zo zeggen in het echt of niet? En als het niet zo is, oké, dan wil ik het ook niet zingen. Weet je, het is gewoon heel erg recht voor zijn raap. En ze zijn altijd gebaseerd op... Ik heb al een aantal liedjes klaar. Casolina is nu de eerste. Ik ben druk bezig met het afronden van mijn album. Ja. En elke song gaat gewoon over iets dat ik heb meegemaakt. Of iets wat ik leuk vind. Of iets wat ik juist niet leuk vind. En
Het is heel persoonlijk. Heel persoonlijk, ja. En allemaal zelf ook schrijven en meeschrijven. En ja. Dat vind je dan waarschijnlijk net zo prettig. Want dat was natuurlijk bijvoorbeeld bij K3, dan heb je heel weinig in de pap te brokken. Ja, ik heb altijd gereproduceerd. Dat was ook heel fijn, dat was tof. Maar ik dacht, nou, nu wil ik wel eens weten hoe het eigenlijk in zijn werk gaat als je helemaal from scratch zelf iets maakt. Ik had geen idee, heel eerlijk gezegd. Dat is misschien stom, maar ik was eigenlijk geen singer-songwriter en ik wilde dat wel worden. Ja. Dus ik dacht, ik ga gewoon kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En nog heel eventjes wat Bart zegt. Waarom had je niet... Jij zegt van, je had er nog een volledig andere draai aan gegeven. Ja, nee, maar ik snap wel wat je... De vraag was aan mij, hè? Ja, maar je hebt je vraag al gesteld, dus ik wou er meteen even antwoord op. Ja. Nee, maar ik vind... Ik herhaal het, ik heb jou gezien in Liefde voor Muziek. En toen had ik zoiets van, potverdomme, die madame uit Nederland, die heeft wel naar Mars. Hè, die heeft wel best iets te vertellen. Ook zo, die filmpjes overdag en zo, dat je daar bezig zag. En dat vond ik heel boeiend. En dan, je stapt in een groot verhaal van K3, dan uiteindelijk, hoe of wat, dat zijn onze zaken, je stopt heel dat boel. En dan ga je, heb je toch de guts om te gaan... Hij zou het toch graag willen. Nee, ik vind dat je verdiende, dat wil ik weten. Ja. Nee, en dan heb je de kans om te zeggen, here we go. En toen dacht ik van, oké, ik verwacht niet Nick Cave natuurlijk dat je gaat zingen. Maar ik verwacht dan wel op dat... Dat is het geval aan zijn we vrijdag geweest. Ja, maar ik verwacht dan wel bijvoorbeeld... Ik hoor zal ik antwoord geven. De teksten, dan denk ik wel goed. Ja, dat is Bart, goed. En afsluiten. Ja. Het staat dan vooral... Je vraag is... De melodie, dat ik denk van... papa. En denk van... Het is... Nou, dat moet ik zelf weten. Dat is nou het hele ding. Ik doe wat ik leuk vind en niet wat jij leuk vindt. En dat is wat ik probeer te zeggen. Van, ik kan niet volgens iedereen zijn verwachtingen voldoen. En als iemand verwacht dat ik met een ukulele hele moeilijke singer-songwriter liedjes ga zeggen... dat is gewoon niet wie ik ben, weet je. En Gasolina is een van de songs die ik te gek vond. Andere liedjes zijn weer anders, weet je wel. Dit is nu dit. En het is net zoals misschien Richter ook zou hebben gedaan. Is dat je in je atelier je kunstwerk maakt. En dan ze. Ja, nee, er is iets van. Ik kijk naar Flip, er is iets van. Doe je ding. Nee, maar ik wou dus zeggen van dat je dan, als je dan klaar bent met je kunstwerk, en dan zeg je van joh, ik ga het ophangen in het smak. En dan gaat Richter er toch ook niet naast zitten met zijn pen en papier van alle mensen die voorbij komen. Ja, ik vind dat eigenlijk niet zo tof. Ik vind dat eigenlijk niet zo tof. Weet je, zo werkt het. Richter is waarschijnlijk alweer bezig met zijn volgende kunstwerk. Je moet u vrijheid als kunstenaar of als muzikant kiezen. En deel daarvan is ook het feit dat je weet dat je heel kwetsbaar opstelt en dat je voorwerp kan zijn van kritiek. Ja, precies. Maar het is part of the game. En dat is eigenlijk zelfs... Je moet dat op een positieve manier bekijken. Het is een vorm van aandacht die sneller voorbij waait dan... Ik zou eigenlijk bijna zeggen... Thanks for making me trending, want ik was de hele week ongeveer... Dat heb je natuurlijk wel, Nee, maar dat is professioneel gemaakt, hè. Dat is top, dat is af. We gaan er nu nog eens naar luisteren. Ja, graag. Live voor ons, hè. Ga maar naar het podium. Ja. Josje? Ik wil eigenlijk nog vertellen waar hij over ging, want... Goed. Heel veel mensen die zeggen... Gasolina. Mag dat nog even? Tuurlijk. Dat is misschien wel toffer voordat ik begin. Ja. Nou, omdat heel veel mensen... Ik vind altijd dat het vanzelfsprekend is wat ik zing, omdat ik het zelf heb bedacht. Maar ik krijg heel vaak de vraag, waar gaat het nou eigenlijk over? En de inspiratie is eigenlijk gekomen dat ik dit jaar werd gebeld voor mijn verjaardag door een radiostation om mij te feliciteren. Dat was heel leuk. En op een gegeven moment ging het zo over van als bekend persoon, ik was nog vrijgezel, hoe is dat dan? Vind je wel dat er genoeg mannen op jou afkomen? En ik vond dat een beetje een gekke vraag, want ik dacht, als ik nu zeg van... Nee, ik vind niet dat er genoeg mannen op mij afkomen. Dat is super wanhopig. Als ik zeg van, er komen echt wel genoeg mannen op me af, hoor. Dan is het zo van, dus ze staan met z'n tienen aanschouwen. Ook niet zo. Dus ik zei van, ik vind het wel prima zo. I'm fine, weet je wel. Het komt wanneer het komt. En toen de volgende dag was het in de krant, en je kan het nalezen. Doe maar niet. Van, Josje vindt dat er te weinig mannen op haar afkomen. En ik vond dat een beetje gênant, want ik dacht, en toen, uit alle hoeken en gaten, kreeg ik brieven, mails, sms'jes, whatsappjes. Ik heb gelezen, allemaal van mannen die zich aanboden. Dan waag ik maar de stap. Er zitten veel songs in, denk ik dan. En daar zat ik eigenlijk niet echt op te wachten, weet je. Het was goed bedoeld. Maar ik dacht van, nee, doe maar niet. En dat zit allemaal in het liedje. Ja. Super, gaan we naar het podium. Okay. Dan gaan we dadelijk luisteren naar Josje. Dit is inderdaad Bart. Maar het is iets anders, andere genre dan Nick Cave, hè? We gaan eerst Josje laten zingen. We gaan eerst Josje laten zingen. Hier is Josje met Gasolina. Oh, jij bent op die Casanova. Jagen in het hoogseizoen. Allebei elkaar op.
feiten. Oh, jij bent op die kast. Ja, ik kom er nog heel even bij, Josje. Dat ging lekker. Bart stond al bijna mee op het podium. Was weer aan het dansen? Ja. Ja, ja, en ondertussen is het goed gekomen, hè, met de liefde. Ja, inderdaad. Toch, en, niet, ja. En niet dankzij dat trouwens, Bart. Nee, nee, nee. Heel blij voor jou. Dank je. Heel even, kort nog iets anders. Je weet dat ik bezig ben aan een soort van vegan challenge. Ik probeer een hele week veganistisch te eten. En, hoe gaat het? Hoe voel je? Blijf je blij? Ik heb al heel lekker gegeten. Oh. Moet ik zeggen, af en toe wel een hongertje. Ja, dat had ik ook in het begin. Ja? Want jij doet het ook al lang, hè? Ja, een jaar nu. En, heb je nog tips? Ja, ik heb wel wat lekkere receptjes voor je. Sowieso. Mm, ja? Maar bevalt het een beetje buiten het hongertje om? Heerlijk. Ga je het nog een beetje volhouden? Of... Dat moet ik nog eens even in de balans leggen. Hoe lang ik het ga volhouden? Ik probeer nu tot en met woensdagavond. Ja. En dan gaan we er een programma, dan gaan we hier nog een programma over maken. Ik heb nog wat voor je trouwens. Ja? Vanwege dat. Iets veganistisch? Ik heb het al wel gedragen, maar ik dacht, nu hoor jij er eigenlijk ook een beetje bij. Wow, hey, hier een cadeautje van Josje. Kijk, super. Kei lief. Heel erg bedankt. Josje Huisman, dames en heren. Dankjewel. Super. Na Ziet hem doen en Wat is jong, is Van Egelpoel er weer met Wisse ga je dat niet? Of zoiets. En omdat ik Koen de Bouw herkend heb in de videoclip, heb ik die vanmorgen ook uitgenodigd. Heel graag tot dan. Dankjewel. Valt keigoed mee, hè? Valt keigoed mee, maar ik moet het zelf niet klaarmaken. Lukt jou dat goed, dat klaarmaken? Ja. Ja.